Als ik had vlees braden, je laat de vlees staan. Het is heel belangrijk dat hij stil staat. Hij moet karamelliseren. En de moment dat dat karamelisatielaag vormt, je kunt hem makkelijk draaien. Als je gaat te snel draaien, je vlees gaat plakken. Voordat je weet, heb je alleen maar paniek in de pan. Laat het staan. Laat het karamelliseren. Ziet er mooi uit, hè? Prachtig. Als je vlees gebakken hebt, zorg dat je de vlees laat rusten. Je hebt tijd nodig om alle sappen naar binnen te komen. Anders krijg je een taai stuk vlees.